Vorige week woensdagavond rond 8:30 kregen we een telefoontje dat er heel veel puppy's ergens in de knoeks lagen te huilen. In het donker kunnen we niet zoveel, dus daar hebben we gezegd van we komen morgenochtend als u ze nog hoort. De volgende ochtend heeft die mevrouw teruggebeld van ik heb ze in de tuin, ik heb ze eten gegeven. Ze waren heel hongerig en dorstig. Toen zijn we er gelijk naartoe gegaan en toen hebben we er 5 kunnen vangen in de tuin. Eentje is ontsnapt, de 5 hebben we gelijk weggebracht en alle zorg gegeven die nodig waren. Jij beter vertellen, want dit is degene die ze verzorgd heeft, Sjane. De dag daarop kregen we 's morgens weer een telefoontje dat ze de andere ontsnapte pup gezien was. Toen zijn we achteraan gegaan en toen kwamen we helaas een moederhond of een dode hond, waarschijnlijk de moeder met een dode pup erbij. Dood lagen die in de knoek. Maar wat ons verbaasde was dat de pootjes van de moeder met een touw bij elkaar gebonden waren. Zodat ze niet meer kon lopen, nergens meer naartoe kwam. Dat hondje dat is dood gegaan van de dorst en de honger. En waardoor de pup dood gegaan is, dat weten we niet. Maar we vermoeden ook van de dorst en de honger. Dit is echt heel verschrikkelijk. Dit is iets, daar kunnen wij gewoon niet bij stilstaan wat dat doet. We hebben ook heel veel reacties gekregen. Nee, we hebben heel veel reacties gekregen ook van mensen die het echt ongelooflijk vinden en vinden dat er iets aan gedaan moet worden. Maar op dit moment kan je behalve deze hondjes nu opvangen eigenlijk niks met het leed wat ze is aangedaan. Want die mensen komen er gewoon ongestraft nu mee weg. Hoe was de conditie van die honden toen ze binnenkwamen hier? Ze waren heel bang, uitgedroogd, uitgehongerd en toen hebben ze gekamd en ontvlooid. Teken eruit gehaald en dag 2 dat we hier kwamen ging het eigenlijk heel erg goed weer. Ze vertrouwen ons gewoon en heel veel liefde gegeven en ze doen het eigenlijk heel erg goed. Als die hond over een tijd beter zijn, kunnen ze geadopteerd worden en hoe kunnen mensen het vertrouwbaar van die honden krijgen? Ze worden deze week geënt. Dan mogen ze over een week mogen ze hier los gaan lopen en dan mogen ze daarna voor de adoptie. Kunnen ze via Facebook vinden, via de Facebookpagina. En heel veel liefde en geduld en dan win je ze hun vertrouwen weer terug. Het is niet zo dat je de honden gelijk meekrijgt. Het is eerst kennis maken, een keertje een kwartiertje, een uurtje wandelen, nog een keertje opnemen. En als wij denken, en dat kan je zien aan de hond en aan de mensen, het gaat goed. Dan pas mag je ze adopteren. Dus daar gaat echt wel een tijdje overheen. Het is niet een pakje suiker wat je gewoon mee kan nemen.